Suriname ontvangt binnenkort 100.000 Sinopharm-vaccins uit China. Kwan Liu, ambassadeur van de Volksrepubliek China, zei dit vandaag na de persconferentie over 45 jaar samenwerking tussen de beide landen aan onze nieuwsdienst. China heeft tijdens de pandemie zijn uiterste best gedaan Suriname bij te staan in de strijd tegen het virus. I'm so glad recently the Chinese government has decided to donate 100,000 doses of Sinopharm vaccines. I believe this will help in the fight against COVID-19 in Suriname. Now the two sides are busy arranging the transportation of these vaccines to Suriname. I hope it will arrive as soon as possible, and I hope more people get vaccinated so that it will help the fight against this COVID-19. De relatie met China heeft volgens de ambassadeur veel vruchten opgeleverd, waaronder de schenking van het regionaal ziekenhuis Wanica. Bij de bestrijding van het virus levert deze ziekeninstelling nog steeds een wezenlijke bijdrage. Zowel op politiek als economisch gebied vertrouwen en ondersteunen de beide landen elkaar, meent Liu. Over the past 45 years, the relationship between our two countries have reached fruitful results for both sides. Politically, we support each other and trust each other. We are now strategic cooperation partnership. And Suriname also is the first among the first countries to sign an MOU on Belt and Road Initiative and to sign a bilateral cooperation plan on Belt and Road. And also, for a long time, Suriname has been supporting China on many issues, like in international affairs. So we appreciate Suriname's support, and we think that our political ties in the next 45 years will even be strengthened further. Liu zegt dat China nog altijd steun zal bieden aan Suriname. Vooral op economisch vlak zal er verder worden gekeken waar er invulling kan worden gegeven. De Chinese ambassadeur hoopt dat de vaccins die Suriname zal ontvangen spoedig kunnen worden ingezet, zodat de gezondheid en veiligheid van de samenleving kan worden gewaarborgd.